Welkom bij de Spelletjesvrienden podcast. Wij, Geert en Marieke, zijn verslaafd aan bordspellen en praten daar non-stop over. Wat speelt er in de bordspelwereld en hoe maak je zelf een spel? In aflevering 45, onze eerste 10 spellen. Geert. Ja. Het is zover. Ja, we houden mooi afstand, want ik ben natuurlijk geveld door corona, maar wat gebeurde er vanochtend? Ik heb ook corona. Oh nee! Jij zegt we houden afstand, maar we hielden helemaal geen afstand. Nee. Want we gedroegen ons al alsof we wisten dat ik het had, maar ze waren mijn test kwijt. Dus ik wist niet officieel dat ik het had, maar ik wist wel dat ik het had. Ja, en het probleem is ook mijn stem op dit moment. Ja, het lijkt gewoon alsof ik een soort verslaving heb. En eigenlijk heb ik dat ook. Ja. Want ik heb dus corona en dat was het heftigst in de nachten. Ja. De nachten waren lang. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik loop de hele tijd te niezen of eigenlijk te hoesten. En dan hou ik jou wakker. Dus dan ging ik weer naar beneden toe en dan ging ik op de bank liggen daar. En op een gegeven moment had ik om 5 uur, dacht ik echt, ja, ik voel me een soort junkie. Want toen liep ik in mijn Adamskostuum, liep ik naar de keuken toe. Dat is wat junkies doen. Dat is wat junkies. Nou, het volgende wel. En toen pakte ik de honingpot. Toen ging ik daar in een soort sportershouding staan en gooide ik die honing zo mijn keel in. Ja, een soort slagroomspuit. Als een soort slagroomspuit, inderdaad. Ik dacht echt, jongens, het is heel heftig. Maar het is allemaal goed gekomen. Maar hoe vond je de verzorging van mij, hè, aan jou? Nou, de verzorging, ik vond hem goed, maar beperkt. Kijk... je hebt een beetje het geheugen van de goudvis soms, lijkt het. Want aan het begin was de verzorging uitstekend. De eerste ochtend dacht ik echt, nou jongens, ik hoef nooit meer wat te doen. Ik hou dit de rest van mijn leven, long covid, kom maar op. Maar op een gegeven moment merkte ik wel, toen ik me wat beter begon te voelen, dat het ook heel snel wegging, hoor. Het was, het was goed, maar kort. Ik heb wel één standpunt wat echt blijft, dat is thee. Ja. Ik blijf de thee aanvoeren alsof het in jouw geval honing is. Ja, nou, en dat is op zich prima. Ik moet zeggen, ik geniet ook wel van de thee. En het heeft wel te maken eigenlijk, die verzorging, met een nieuw onderdeel in jouw leven. Namelijk, we kunnen alles meten. Dus jij hebt 2 nieuwe elektrische apparaten gekocht. En als een soort... Niet door de COVID. Nee. Maar, ja. Jij meet namelijk het zuurstof. Ja. Voornamelijk in mijn lichaam. Maar... ook in die van hij jezelf. Hij is eigenlijk voor mij, maar ja. Ja, en ook mijn temperatuur. Dus het gebeurde regelmatig dat ik thuis kwam na een verkenningsmissie in het magazijn. En dat ik daarna eerst mijn vinger in een apparaatje moest stoppen. En als dat goed was, mocht ik door. En daarna mijn temperatuur werd gemeten. Nou ja, we hebben hem ook op Nibbit uitgeprobeerd, maar dat werkt helaas niet. Ik ben wel erg tevreden over hoe we het op de zaak hebben geregeld. Want we hebben eigenlijk gewoon niks hoeven veranderen. Behalve dan dat we helemaal niemand meer zien. We communiceren met briefjes. Nou, een briefje op de deur. Elke chauffeur die aankomt, die iets komt brengen, die moet zijn spullen gewoon neerzetten voor de deur. En die zien we niet. We zwaaien soms door het raam. Degene die het komt halen, jongen, daar communiceren we ook op met briefjes. En dat gaat ook vlekkeloos. We zetten de kar gewoon buiten. We zien helemaal niemand. Ja, het is al een soort middelbare school vol met puberende leerlingen, waarbij we alleen met briefjes communiceren. Inderdaad. En dat gaat eigenlijk helemaal goed. En het goede nieuws is ook, we hebben natuurlijk een week langer gehad, omdat we vorige week niet de podcast hadden door technische mankementen. Was niet door corona, maar... Nee, we proberen nu wat nieuwe dingen, dus als het geluid beter slechter is, laat het vooral weten. Maar we hebben wel gewoon spellen kunnen spelen, dus we gaan eens naar kijken. Daar gaan we zeker even naar kijken. Ja, we hebben wel beduidend minder gespeeld door de grote zee, moet ik eerlijk bekennen. Er zijn ook echt wat avondjes op de bank doorgebracht. Maar wat hebben we wel gespeeld de afgelopen 3 weken? Onder andere zijn we gedoken in een nieuwe Arkham Horror campagne. Tot Geert's grote vreugd. Zeker, ja. Je zegt nieuw en het is natuurlijk voor ons nieuw. Het is eigenlijk de nieuwe uitgave van de Dunwich Legacy campagne. En dat zit nu allemaal in 1 box, dus niet meer in van die losse irritante blistertjes. Maar je kunt het gewoon in 1 keer doorspelen. We hebben nu 4 van de 8 gedaan. En wat vind je ervan? Ik vind hem heel leuk. Ik ook. Ja, het is de eerste campagne na het basisspel, zeg maar, die opnieuw is uitgegeven. En je merkt daardoor nog wel dat het wat beperkter is. Bijvoorbeeld in de nieuwste, The Edge of the Earth, dan zie je echt dat ze bijna een complete wereld geschapen hebben met kaarten die allemaal veel uitgebreider zijn. En hier is het nog wat beperkter, maar ik vind dat toch leuk. Ja, en je merkt ook dat hij makkelijker is. Of wij zijn ineens heel goed, maar... Ja.
ik heb wel het idee dat hij makkelijker is. We hebben expres onze personages vroeg ingezet. We hebben nog twee losse campagnes... Ja, niet echt campagnes. Twee losse verhalen gespeeld, zodat we een beetje op konden bouwen met onze campagnes. Een paar betere kaarten konden kopen. Maar ik heb een lekker deck, hoor. Ja, ik ook. Het is perfect. Jij bent een goede vechter. Ik ben een goede zoeker. Dus die combinatie is eigenlijk ideaal. Precies, in het echte leven. Ja, precies, inderdaad. Jij bent degene die Geert aan het front staat. Kan niks vinden en ik ben zo slap als een vaatdoek. Maakt helemaal niet uit. En het leuke is, er zitten wel wat van die... Nou, die voelen een beetje aan als een soort klassieke campagnes. Als in bijvoorbeeld een keer zaten we in een trein... en ja, dan moesten we helemaal naar de voorkant gaan... en allemaal dingen opzoeken in die trein. Ik krijg helemaal Agatha Christie-feelings toen. Nou, precies. En dat dan in de jaren 20-setting. Ja, ik geniet daar heel erg van. Ja, ik heb toch wel het idee dat we echt in het verkeerde tijdperk geboren zijn, hoor. Want die jaren 20, we blijven er maar bij terugkomen. Ja, fantastisch, en dan jongens. Van de vorige eeuw dus, niet van deze eeuw. De grote crisis, dat soort dingen. Daar ga ik goed op. Ja. En genieten. Ja. Wat we ook gedaan hebben, en ik zal het gelijk maar eerlijk zeggen, mensen, daar ben ik wat minder enthousiast over. Dat is namelijk Vivid Memories. En dat is een soort, ja, Azul 3.0. Oftewel, je gaat tegeltjes tactisch neerleggen op je spelerstableau en je moet met veel meer dingen rekening houden. Eerst moet je er rekening mee houden hoe die tegels bij elkaar liggen, want daar kun je doelen mee halen. Daarnaast kun je met kleurentegels nog routes afronden. En als je routes afrondt, kun je nog, ja, soort sets scoren die elke ronde ook weer punten opleveren. Het is een enorme brainburner. Ik zag op internet net dat iemand zei dat zijn hoofd letterlijk ontploft was tijdens het spelen van dat spel. En dat snap ik ook wel. En daardoor is het voor mij net iets te veel. Sambo, zorg even. Maar letterlijk om... Ze wordt zo grappig van corona. Ja, je hebt te veel Arkham Horror gespeeld. Ja, denk ik. Dat denk ik, ja. Mijn hoofd is al verpest. Nee, maar ik vond Vivid Memories echt een beetje te veel van het goede. Ik snap de brainburner en als je ervan houdt, dan moet je er misschien even naar kijken. Maar ik had gewoon... Nou, als je het hebt over schaarste en beurtentekort, ik had gewoon echt voor mijn gevoel één beurt om één dingetje te doen. En dan dacht ik, ja, nu heb ik één ding gedaan. Ja, je speelt namelijk 3 rondes. En dat zijn ook nog niet eens enorm lange rondes. Dus het spel is... Ja, 6 beurten of 3 beurten. Ja, het spel is in ieder geval voor ons snel voorbij. En ik vraag me dan ook wel af, mag je een spel aanpassen als je denkt het wordt beter als het bijvoorbeeld langer duurt? Vind je dan dat je zegt, nou ja, we spelen nog een ronde? Ja, dat kun je wel doen, maar dat doe je dan wel voor het genot. En dan wordt het spel niet beter van. Nee, dat ben ik wel met je eens. Ja, het was gewoon... Het was het net niet. Ik vond het niet slecht. Vind het principe leuk, alleen de uitwerking gewoon een beetje rot. Ja, dus het is een Nederlandse versie. Het is op voorraad in ons magazijn. Dat zal het door dit verhaal ook nog wel even blijven, denk ik. Het zal ook... Het is ook mooi. Want het is, Andrew Boss, die heeft de cover gemaakt. Het ziet er mooi uit. Het is mooi materiaal. Zeker, het ziet er mooi uit. En het thema is ook leuk. Je gaat wat herinneringen eigenlijk... Ja, herbeleven of voor je zien, net hoe je het wil zien. Dus dat is leuk gedaan. Het artwork komt er ook leuk in terug naar voren. Maar Vivid Memories was geen hit. Nee, dan een Kickstarter. Daar hebben we het niet heel vaak over. Maar een Kickstarter van Nederlandse bodem verdiende natuurlijk wel wat aandacht. Hij heet Kingdoms Rise and Fall Dorian. Maar wij noemden hem eigenlijk gewoon altijd Dorian. Ja, inderdaad. Dorian voor vrienden. En het is een deckbuilding spel met wel een uniek element. Het is vanaf 3 spelers, 3 tot 6 uit mijn hoofd. En er staat voor 60 tot 480 minuten. Ja. En laat je daar vooral niet door tegenhouden. Want je kunt eigenlijk zelf de lengte bepalen. En wij hebben een beginscenario gedaan. En toen waren we echt in een uur wel klaar. Maar het leuke is dat je steden gaat veroveren. En dat telkens als je een stad verovert, dat de andere spelers kunnen bepalen of ze jou helpen of de stad. Ja, of niet. Of je kan niet. Ook nog niet helpen. Ja, dat vond ik echt superleuk gedaan. Want zo kan je ook een beetje invloed hebben op de ander. Dus het is... Nou, ik ben niet eens per se heel erg van de interactie. Dat weet iedereen. Maar dit vond ik echt een leuk stukje interactie. Dus je hebt een heel groot, heel grote map, plattegrond op het bord, waarop je allerlei steden ziet, allerlei dingen waar je inkomsten uit kan halen. En natuurlijk een heleboel kaarten, want het is een deckbuilder. En dan ga je dus, als speler ga je kijken, oké, ik wil deze stad veroveren en dan kan ik daarheen en dan kan ik die stad veroveren. En dan ga je dus eigenlijk aankondigen, ik heb de intentie om deze stad te veroveren. En dan gaan dus alle spelers, ja goed, wij deden het met z'n tweeën, kan eigenlijk niet, maar het was even om een beeld te krijgen van het spel. Ga dan kijken, oké, gaan we jou helpen? Gaan we de stad helpen? Gaan we helemaal niet helpen? En dan moet je dus wel kaarten uitgeven van je hand. En dat is best kostbaar, want met die kaarten moet je ook je eigen beurt gaan spelen. Maar je kan wel meehelpen in het succes van de andere speler, waardoor je er zelf wat aan hebt.
of juist tegenwerken. Dat vond ik echt superleuk gedaan. Ja, helemaal met je eens. En het is gewoon een donkere fantasywereld. En dat zie je ook mooi in de kaarten en in de map voorbij komen. Ja, het art is ook prachtig, vind ik. Dus ik vind het echt een aanrader. Hij staat nu op Kickstarter en hij is ook te vinden in onze webshop. Je kunt hem daar ook gewoon pre-orderen. Dan krijg je hem rond dezelfde tijd binnen. Dus... Ja, want wij hebben gewoon de Kickstarter, maar dan zakelijk. Ja, inderdaad. Ik vond het een dikke aanrader. Het is wel vanaf 3 spelers. Er wordt wel iets gefluisterd over 2 spelers, maar dat moet je even opzoeken hoe dat precies zit. Maar goed spel, Kingdoms Rise and Fall, Dorian. En dan als laatste hebben we Redlands gespeeld. En ik ben even helemaal kwijt hoe dat nou ging. Ja, ik weet wel hoe die doos er... Oh ja, ik weet het alweer. Ja, het was voor jou een aanvalspel. Ja, een vergetelijk spel. Als ja, een spel wat zeg maar zo weer vergeten precies. is. Precies. En dat komt... Het is een 2-spelerspel. En het geeft je een beetje het gevoel van... Ja, sorry mensen dat ik het zeg, maar van schotten totten. Oftewel, je bent constant aan het vechten over... Ja, dat je zorgt dat iemands verdediging kapot gaat en dat je daardoor wint. Want als iemand anders helemaal geen verdediging meer heeft, dan ben jij het spel. En wat ga je doen? Je gaat eigenlijk personen bouwen die gebouwen voor jou verdedigen. Al die personen hebben eigenschappen en je kunt water inzetten om of nieuwe personen te bouwen... of om eigenschappen uit te voeren. En je moet eigenlijk die verdediging heel letterlijk nemen. Als je namelijk 3 gebouwen achteraan jouw veld hebt en je legt daar iemand voor, een persoon, dan ligt die persoon dus letterlijk voor dat gebouw en moeten mensen dus eerst door die persoon heen voordat ze dat gebouw kunnen molesteren. Ik zie iemand echt voor me zo in zo'n diva-houding zo helemaal opzij, zo van ik lig voor dit gebouw, je moet eerst door mij heen. Ja, je zegt diva-houding en dat past mooi bij jou natuurlijk, maar als je naar het artwork kijkt, is het wel iets duister. Ja, het is echt een beetje, nou ik krijg toch een beetje het gevoel van Dead of Winter. Ja. Dat je echt, en een beetje van die Last Aurora, je bent echt aan het survivalen. Daar lijkt het artwork ook op. Terwijl het artwork is echt super verrassend. Want het is toch deels gemaakt door Mr. Cuddington? Ja, inderdaad. Die normaal kunt kennen van fantastisch, schattig artwork. Zoals bijvoorbeeld Charterstone hebben Tidal ze gemaakt. Tidal Blades, inderdaad. Maar ze hebben ook Brass gemaakt. Dus ook wel duister artwork. Ja, dat is waar. Ze zijn gewoon van alle... Want ik zeg ze, het is een echtpaar. Ze zijn van alle markten thuis. Ja, ze zijn echt heel divers. Want dit is een beetje van dat punk artwork. Van die harde lijnen. En daarnaast hebben ze dus ook Brass gemaakt. Wat heel duister is, maar ook heel mooi. Ja, maar dat is wel heel klassiek. En dit is helemaal niet klassiek. Nee, dus dat is wel heel erg knap, moet ik zeggen. Dat ze dat allemaal kunnen, al die facetten van het artwork, zeg maar. Maar dit spel wordt enorm goed beoordeeld. Ja. Het is net niet helemaal ons ding, maar ik vond het wel gewoon een 7. Ja, maar als je wel houdt van dat aanvallende en je speelt vaak met 2 spelers, dan is dit perfect. Maar ik gewoon, ik haal er gewoon niet genoeg plezier uit. Ja, in het omverwerpen van jou, dat heb ik natuurlijk wel gedaan. Je hebt wel dik gewonnen inderdaad. Ja, en dik. Ik snap het wel, ik ben het met je eens. Maar ik zie wel dat dit heel goed is. Hoor, met rechtstreekse verdediging. Dus het is wat mij betreft toch gewoon een aanrader. Ja. Dus Redlands is het laatste spel dat we de afgelopen 3 weken hebben gespeeld. De onbekende parel. In de Pipa Prachtige Parel zetten we elke aflevering 1 spel centraal dat wat ons betreft wel wat aandacht mag krijgen. Deze week hebben we het over Welcome to New Las Vegas. Ja, dit vond ik verrassend. Ja. Wij hebben namelijk Welcome to gespeeld. Dat wordt enorm goed beoordeeld. Terecht. Daarna kwam Welcome to New Las Vegas, een compleet nieuwe op zichzelf staande versie. Wat zich afspeelt in, ja, je raadt het al. Las Vegas. En het is een stuk pittiger, dus je moet met veel meer dingen rekening houden. En ik had eigenlijk gedacht dat men heel enthousiast zou zijn, maar het krijgt een 6,9. Ik denk dat het too much is, want Welcome to, even voor de mensen die het niet kennen, het is een draw and write, flip and write, you name it, waarin je eigenlijk een buurt probeert op te bouwen. Je hebt een blad, iedereen heeft een blad waarop je een buurt ziet. Je ziet eigenlijk 3 straten met allerlei huizen en in die huizen moet je getallen gaan schrijven die oplopend zijn of aflopend, ligt eraan van welke kant je kijkt. Je mag cijfers overslaan, maar je mag niet meer terug. Dus je mag bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, maar je mag ook 1, 3, 5, 6, 7. Maar je hebt maar een bepaald aantal lijntjes en je hebt maar een bepaald aantal nummers. Want volgens mij gaan de nummers tot 15. Dus je moet er niet te veel overslaan, anders heb je een probleem. Je hoeft niet alles achter elkaar door te schrijven. Je mag wel gaten laten die je op moet vullen, maar het moet dus wel doorlopend zijn. Dus als je een 3 hebt en een 5, dan moet daar een 4 tussen. Uiteraard zijn er een paar uitzonderingen, maar jullie snappen het systeem. Zo werkt het. Je hebt eigenlijk superveel uitbreidingen en dat zijn dan meestal nieuwe blaadjes. En er komen dan een paar aanpassingen bij kijken. Ze zijn heel thematisch. Je hebt een kerstversie, je hebt een Halloween-versie, je hebt een nucleaire war-versie, je hebt een ijsversie. Nou, ga zo maar door.
Dat is dus het basisspel van Welcome To. Dus je draait die kaarten om, je schrijft die getallen op en je voert alle extra acties uit die daarbij komen kijken. Welcome To New Las Vegas is een soort Welcome To on steroids. Je bent in Las Vegas en die route die loopt ineens heel anders. Ja, je moet limousines rijden. Die moeten een bepaalde route rijden langs bepaalde bezienswaardigheden. En langs hotels. Langs hotels inderdaad. En het blad ziet er heel anders uit. Het is een soort grote groep geworden eigenlijk met verschillende straten die allemaal aan elkaar verbonden zijn. Je kunt ook nog kolommen scoren volgens mij naast de rijen waar je nog dingen voor krijgt. En dit is dus precies waar het zit. Want als jij nu Welcome To New Las Vegas op tafel zet, weet je dan nu hoe het moet? Ja, dat is wel een probleem. Nee. Ja, en als ik nu Welcome To op tafel leg? Ja, direct. Ja, ja, dat is denk ik het punt. Maar het is echt heel leuk. Het is echt heel leuk, en ja. En wij vonden Welcome To New Las Vegas denk ik leuker, omdat Welcome To, ja, ik vind dat geweldig, maar jij vindt dat af en toe te simpel. Je moet daar dan net zin in hebben. En ik zou dat achter elkaar door kunnen blijven spelen, bij wijze van spreken. Jij hebt dat altijd iets minder. Welcome To New Las Vegas was veel uitgebreider en waren veel meer mogelijkheden. Ja, dat klopt inderdaad. En daardoor vond ik hem leuker, maar dat is wel een beetje het probleem met zo'n soort spel. Mm-hmm. Want dat wil nog steeds eigenlijk een eenvoudig spel zijn dat je er heel makkelijk bij pakt. Maar ja, dat is het bijna niet meer door al die extra regels. En daardoor snap ik wel dat hij lager staat. En maar dat het is niet terecht. Ik vind het niet terecht. En ik snap die 6,9 snap ik helemaal niet. Nee, want ik vind wel dat het gewoon mooi in balans is. En nog steeds een heel goed spel is. Ja, dus als je Welcome To leuk vindt, zou ik zeker kijken naar Welcome To New Las Vegas. Ik bedoel, zeker als je speelt met mensen die Welcome To al kennen. Het is geen expertspel. Er zijn gewoon alleen meer mogelijkheden. Inderdaad. Dus Welcome To New Las Vegas is gewoon een dikke aanrader voor mensen die houden van flip and rides. Zoals bijvoorbeeld Cartographers en Trails of Tucana. Er komt ook een nieuw deel aan, Welcome To The Moon. Die moet er in Nederland, moet die tenminste nog uitkomen. Mm-hmm. Dus daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Ja. Dus ja, als je op zoek bent naar een pipa prachtige onontdekte parel, ga dan zeker even kijken naar Welcome To New Las Vegas. In het oordeel draait alles om die ene vraag. Mag dit spel in onze collectie blijven? Elke aflevering staat er een spel centraal dat op de rand staat van het verdwijnen uit onze collectie. Beloven we dit spel weer op tafel te gooien? Of was dit het en kan het spel zijn biezen pakken? Je hoort het in het oordeel. Vandaag hebben we het in het oordeel over Potion Explosion. Potion Explosion! Ja, het is een interessante titel. Want ik weet nog, wij waren een keer op de 99 Games Outlet Sale. Ja. Toen zagen wij daar twee spellen. Kwakzalvers van Kakelenburg en Potion Explosion. Wat een editie was dat! Dat was een twijfelmoment, want we wisten toen nog niet zo heel veel van spellen. En als je naar Kwakzalvers van Kakelenburg kijkt, dan ga je spontaan drie kleuren stront schijten. Ja, want het is echt heftig. Het is heftig. Dus toen dacht ik al, oh, heb ik daar wel zin in? En jij zei, het lijkt mij leuk. Ja. Nou, perfect, die hadden we toen gekocht. Maar toen kregen we zo'n terecht, trouwens, hè? Want Kwakzalvers is gewoon een supergoed spel. Helemaal terecht. Maar toen kregen we zo'nzelfde discussie over Potion Explosion. Want ook die voorkant is verschrikkelijk. En toen zag ik erbij staan dat er ook nog knikkers in zaten. En toen dacht ik gewoon, ja, koop dan My Little Pony. Dat slaat nergens op. Maar ik dacht wel, ja, waar gaat het heen met de wereld? Knikkers in een bordspel. Ja, hebben we hem toch gekocht. We hebben hem toch gekocht, want dat zegt iets over onze relatie. We hebben hem gewoon gekocht. Was dat mijn aandeel? Dat was volgens mij wel jouw aandeel, echt? Inderdaad. Ja. Oké. Okay. Maar ik ga het goed maken, want we hebben hem daarna gespeeld. We hebben met z'n tweeën gespeeld, ook nog met jouw ouders gespeeld. Dus een perfect spel wat ook met mensen kan die niet dagelijks een bordspel op tafel neerleggen. Ik was verrast. Ja? Ja, ik was positief verrast. Jij vindt hem nu leuker dan ik. Ik vond hem leuker dan jij, dat denk ik ook inderdaad. Ja. Want het is eigenlijk een soort app voor mijn gevoel. Oftewel, wat heb je? Je hebt een knikkerbaan, eigenlijk allemaal verschillende knikkerbanen. Je haalt daar een gekleurde knikker uit, want er liggen allemaal verschillende kleuren knikkers in. En op het moment dat je een combinatie maakt, oftewel de ketsen twee knikkers daardoor tegen elkaar aan van dezelfde kleur, dan mag je dat verzamelen en daarmee kun je doelen scoren. Er zitten nog veel meer andere dingen in, maar dat vond ik gewoon leuk bedacht. Ja, superleuk bedacht. En dan is het eigenlijk een soort set collection. Je pakt die knikkers, die leg je op de toverdrankflesjes en zo maak je doelen compleet. Ja. Dus ik vind het ook superleuk bedacht, want je moet niet alleen denken, oké, ik pak deze kleur en natuurlijk moet je daarin een beetje geluk hebben van wat er ligt. En dan pak je het eruit en dan kijk, hé, die gaan nu ook op elkaar, dan mag ik die ook pakken. En als je helemaal geluk hebt, dan is het drie keer. Ja, en dan wordt het natuurlijk nog veel beter. Daarmee ga je natuurlijk allemaal doelen halen, want die leg je inderdaad neer op allemaal de browsers die voor jou liggen.
De reden dat hij toch in het oordeel zit, zijn twee dingen. 1. We spelen hem nooit meer. Nee. Punt 2. Hij is irritant. En waarom? Ja, hij is een jerkface. Waarom is dat? Nou, dat komt namelijk omdat hij... Het is zo'n speldoos dat als je hem op de zijkant zet, dat hij zegt nee. Ja, door het gewicht van die knikkers natuurlijk. Ik heb meer ruimte nodig in mijn leven. Dus dat hij langzaam zeg maar uitbreidt en op een gegeven moment kun je het allemaal niet meer in de doos krijgen. En dan denk ik, jij moet gewoon even weg. Jij moet even weg. Nou, ja. Als je zelfs organisatorisch technisch bij Geert in de irritatiefactor zit, doe je flink je best. Ja, ik vind dat irritant, want die knik is inderdaad... Ja, en op die een duwen naar moment, de zijkant. Ja, moet je het eigenlijk weer helemaal opnieuw inrichten, maar daar heb je geen zin in, want je speelt niet. Ik ben benieuwd of mensen dit herkennen. Dus dan heb je dus zo'n kotsende doos, je kan het niet anders noemen, en die je niet opnieuw in wil richten of verzorgen, omdat je er dus geen aandacht aan wil geven. We hebben daar van die elastieke banden voor, hè, in de webshop, maar die zijn lelijk. Ja, die zijn... Doe ik alleen voor onderweg en niet voor hem in mijn kast in mijn woonkamer. Het is wel een goede tip, vind ik hoor. Want ik vind dat wel eventueel een oplossing, maar dat moet je wel direct doen. Niet als het kots al begonnen is, zeg maar. Ja, nu is het al te laat. Nu is het al te laat. Ja. Dus ik vraag me wel af, mag je op basis daarvan iemand afschieten? Ja. En ik denk ook, kijk, ik vind het nog steeds een superleuk spel. Maar ik denk dat de mensen in Doetinchem er meer aan hebben. Als zeg maar er mensen komen langs bij ons... Want dit is juist zo'n spel wat je heel makkelijk pakt. Ja, daar ben ik wel met je eens. Ik zie dan ook voor me dat er zo'n gezin, want het is wel echt een gezinsspel. Ja. En dan bijvoorbeeld langskomt, nog niet superveel spellen gespeeld heeft. Ja. Potion Explosion nog helemaal niet kent. En dan zeg je, ik heb een leuke kotsende doos voor je. Ja, nou, positief verrast ook. Dus ik denk dat het eigenlijk beter is. Oh, dit is goed gebracht van ons. Ik denk dat het beter is, zowel voor het spel als voor ons. Ja. Als we elkaar de ruimte geven. Ja, dat denk ik ook. Maar ik wil nog even ergens op terugkomen. Vertel. My Little Pony. Oh ja, ik maakte inderdaad net een vergelijking met My Little Pony. Ik maak me grote zorgen. Ja, er is namelijk een reden dat My Little Pony in mijn hoofd zit. En dat is niet omdat ik daar nou enorm fan van ben. Maar Renegade Game Studios, een gerenommeerde uitgeverij van bordspellen, die brengt My Little Pony role-playing game uit. Ik maak me grote zorgen, want dit wordt toch één groot fetishspel? Of ben ik nu echt een dirty mind? Ik denk dat je dat bent. Jij bent dus bang dat... bang dat die mannetjes allemaal... Je weet wel, die My Little Pony mannetjes allemaal... Of zouden ze dat nu al doen, de My Little Pony role-playing game? Ja, ik ben sowieso niet bekend met de term My Little Pony mannetjes. Dus daar zal ik me even je buiten houden. Je weet wie ik bedoel. Ik heb natuurlijk wel... ik zie ze ook lopen. Je weet wel, Sarina-mannetjes met van die rode manen met streepjes erdoorheen. Oh ja, ik krijg nu wel een beeld. Ja, maar, My Little Pony-mannetjes. Ja, maar voor die mensen is het sowieso al te laat, denk ja, ik. Ja, dat denk ik maar ook, Maar een role-playing game met My Little Pony, waarbij je dus ook volgens mij een pony bent. Ja, ik ben op zijn minst geïntrigeerd. Ja, dat dacht ik al. Wat moet je dan doen? Naar elkaar hinneken? Hoe gaat dit in zijn werk? Ik heb geen idee. Dus, ik had trouwens wel... Ik had wel veel My Little... Sterker nog, ik heb My Little Ponies gewoon op zolder staan. Ja, dan ben jij gewoon de doelgroep. Je gaat gewoon even terug naar je kinderhoed. Ja, ik had wel hele coole My Little Ponies. Oh, wat leuk. Met hun stalletjes. Ja, zie je, ik ga al helemaal in de rol. Maar ik heb niet de intentie om een My Little Pony te zijn. Nee, ik heb bijvoorbeeld ook niet de intentie. En ik ben benieuwd of mensen deze vergelijking kennen. Om een roleplaying game te krijgen van Snelle Jelle. Zouden er nog mensen zijn die de boeken kennen? Dat bedoel ik niet de energiereep die je tegenwoordig in je mik kan douwen. Maar de boeken, Snelle Jelle, ken je die? Ja, ja. En had je ook nog zo'n wielrenner, was er? Dat was eigenlijk een soort slecht namaak iets van een jongen die wielrenner wilde worden. Daar was ik natuurlijk geïnteresseerd in. Dat verbaast me niks. Volgens mij, Joep Spikkel heette die volgens Joep mij. Joep Spikkel? Ik denk dat niet... Wat een slechte naam! Ik denk, dit is de uitdaging van vandaag, ik denk dat niemand de boeken van Joep Spikkel gelezen heeft. Wie heeft die geschreven? Jouw vader? Ik heb geen idee. Nee, was niet mijn vader. Nee. Jouw vader verzint alles bij elkaar. Nee, die bedacht Kippie Tok en Haantje Kukkel. Ja, precies. Ik vind dat betere namen dan Joep Spikkel, ja, overigens. Maar ik heb ook nog steeds niet de intentie om een roleplaying game van Kipje Tok en Haantje Kukkel te spelen. Nee, dus, nou, de vraag is, kennen mensen Joep Spikkel? Wil je nog wat zeggen? Ja, voor de oudere generatie. Want ik las dus echt
alles wat voor mijn neus belandde. Zeker. Dus ik las ook alle boeken die mijn moeder bewaard had voor mij. Dus ik dacht, we hebben ook veel oudere luisteraars, die kennen Joep Spikkel niet. Mm-hmm. Ik dacht, de vijf. De vijf. En daar zou ik sowieso wel een spel van willen spelen. Ja? De vijf, dat waren vijf kinderen. Je verwacht het niet. Nee, je verwacht het niet. Het waren, geloof ik, één broer en zus, een neef en een nicht die heel stom was en heel stoer was. En die bleef de allerlei avonturen. Ik denk serieus dat ik wel 50 boeken van de vijf heb gelezen. Zo. Ik heb de hele serie. Zo. Niet normaal. En ze gingen altijd op vakantie naar elkaar toe en dan beleefden ze allerlei avonturen. Maar daar zou je echt super goede spellen van kunnen maken, bedenk ik mij nu. Maar goed, niemand kent de vijf. Niemand kent de vijf, nee. Helaas. Leuk verhaal. Ja. Maar het is goed dat we even teruggaan naar Memory Lane. Want dat moeten we ook doen voor ons volgende onderdeel. Namelijk de top, nou ja, eigenlijk de 10 eerste spellen die we deelden op social media. De top 10! Ja, we wilden eigenlijk de 10 eerste spellen doen, maar dat wisten we allemaal niet meer. Dus we dachten, als we nou de 10 eerste spellen die we gedeeld hebben op social media doen, dat kunnen we gewoon terugkijken. Ja, dus wat heb ik gedaan? Ik ben naar onze Instagram gegaan. Instagram.com/despelletjesvrienden. Oeh, slim. Als je ons nog niet volgt, ga dat zeker wel even doen. En toen ben ik helemaal naar beneden gescrolld. Helemaal naar beneden. Hup, 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 hup. En toen kwam ik daar het eerste spel tegen dat wij ooit gedeeld hebben. En dat spel hebben we toen ook eigenlijk een aantal keer gedeeld. Dat ging namelijk om Terra Mystica. Oh, je hebt het op volgorde gezet. Ja, dus inderdaad. De nummer 1 is het eerste spel en nummer 2, zo is het er. Ja, dus slim. Nummer 1 hebben wij als eerste ooit gedeeld. Terra Mystica, we hebben hoog ingezet voor het eerste spel. Ja, want het leek me leuk om even te kijken, zijn dat spellen die we nog doen? Ja. Zijn dat spellen die overeind blijven? Inderdaad. En Terra Mystica is, zeker als ik naar het lijstje kijk, is gewoon het spel wat perfect overeind blijft. Terra Mystica staat nog steeds in onze top 20. Ja. Nou, inderdaad. Dus dat vonden we toen wel leuk. Supergoeie engine builder. We zijn zwaar fan van Terra Mystica. Als je houdt van engine builders, het is een pittig expertspel, jongens. Vergis je niet. Je gaat je eigen rijk opbouwen. Er zit een heel klein beetje interactie in de zin van, het heeft zin om bij elkaar in de buurt te gaan staan. Maar verder ben je lekker aan je eigen motortje aan het bouwen. Je probeert je huizen te upgraden. Je probeert je rijk uit te breiden. Je probeert de doelen te halen die elk spel anders zijn. Ik vind het heerlijk en de uitbreidingen zijn fantastisch. Ja, daarnaast hebben nu ook nog, daarom komt het ook weer terug in mijn gedachten, deze week nieuwe inserts van Terra Mystica. Dus dat is nog iets om naar te kijken eventueel, als je ook fan bent van het spel. Ja. En het was een van onze eerste, eigenlijk ons eerste expertspel dat we gedaan hebben. Dus dat is ook de reden dat we hem toen al deelden, omdat we toen nog veel minder expertspellen gedaan hadden. Ja. Terra Mystica was er wel een van. Dus dat was de eerste. De tweede die we deelden was Mysterium. Ik denk dat we die toen net nieuw hadden. Ja, want Mysterium hebben we niet eens zo heel gek lang nog in onze collectie. Ik blijf het leuk vinden voor het goede moment. Ja, het is wel een spel wat ook door concurrentie wat zakt, vind ik. In de zin van Obscurio. Maar ik vind Terra Mystica raad ik vaak aan mensen. Ja, omdat het gewoon wel. Het heeft een beetje die feel van Dixit. Dus je speelt allemaal kaarten. Je bedoelt Mysterium. Je zei Terra Mystica, maar je raadt Mysterium vaak aan mensen. Ja, Terra Mystica ook. Maar dit wil alleen maar mensen die expertspellen spelen. Nee, Mysterium raad ik vaak aan mensen. Je hebt een beetje die feel van Dixit. Dus je speelt allerlei kaarten met mooi artwork erop. En dan moet je bij Dixit moet je gewoon raden over welke kaart het gaat. Maar bij Mysterium gaat het echt een stap verder. Ja, dan moet je namelijk achter zien te komen wie de geest heeft vermoord. Ja. En dat thema is ook niet echt origineel, maar je moet achter zien te komen wie het gedaan heeft, waar het gebeurd is en waarmee. Dus dat Cluedo-effect zit er een klein beetje in. En dat is wel heel erg tof. Je hebt dus een geest die allemaal hints geeft aan mensen. En op die manier probeert hij eigenlijk mensen te leiden naar verschillende voorwerpen en naar verschillende locaties toe. Het is wel dat het is prachtig uitgevoerd als ik kijk naar het spel. Mm-hmm. Maar het is wel een beetje uitgebreid uitgevoerd. Ik denk wel telkens, ik moet een hoop dingen neerleggen en klaarleggen om dit redelijk simpele spel te doen. Ja, maar ik denk als je iemand bent die dus juist zeg maar een beetje partyspellen speelt en die niet weet wat er allemaal mogelijk is, of dat je met een groep speelt met kerst of met oud en nieuw, gewoon een groep die niet vaak bordspellen speelt, dat dit echt perfect is. Ja, dat is wel waar. Je moet er ook, het duurt ook wat langer dan bijvoorbeeld een detective club naar mijn idee. Je moet er net iets meer de tijd voor hebben. Dat is ook zo leuk. Maar dat is ook heel erg leuk. Dus Mysterium is een goed spel. Het blijft goed overeind. Ja. Beter dan onze nummer 3, die ook goed overeind blijft, die we toen ook heel vaak deden, maar nooit meer doen, namelijk Majesty. En die wordt ook bijna nooit verkocht. Hebben we hem nog wel? Nee, die is uiteindelijk uit het assortiment gegaan bij de Nine Games. Ja, maar de Engelse versie, of hadden we die niet? Die hebben we niet, helaas. Oké, nou dit is ook overleg, want niemand boeit. Maar Majesty is,
Ja, waar doet je dat nou weer aan denken? Ergens is het best uniek. Bestaat er nog een soortgelijk spel? Nou, het is van de maker van Splendor. En ja, ik weet, toen we het kochten was ik enorm fan. Het was een spel wat wij letterlijk in 12 minuten deden. We hebben het toen heel veel gedaan. Ik denk dat we het minimaal 20 keer gespeeld hebben. Ik was er misschien nog iets meer fan van dan jij dan. Dat vond ik heel erg leuk. Echt leuk dat Marieke geen fan is. Ja, niet specifiek dat element, maar ik bedoel meer, ik vond het een erg leuk spel. Het is wel zo, we hebben hem nu denk ik letterlijk 2,5 jaar niet meer gedaan. Ja. Ik ben hem ook vergeten. Moet heel eerlijk zijn. Oh, je weet ook niet hoe je daar... Ik weet niet eens precies meer hoe het moet. Nou, je had dus allerlei karakters voor je liggen. En daar moest je volgens mij zoveel mogelijk kaarten van krijgen om doelen te halen. Dus je had volgens mij de getallen 2 tot en met 9 of 2 tot en met 6. En dan was het, die hadden allerlei andere karakters. Dus bijvoorbeeld de 6 was de koningin en de 2 was de, weet ik veel, slaaf. En je wilde van alle kaarten zoveel mogelijk. Want eigenlijk als je de meerderheid had, dan had je het doel gehaald. En zo probeerde je elk getal te halen. Dus je keek bij de 2 wie het mee zat, je keek bij de 3 wie het mee zat, je keek bij de 4 wie het mee zat. En als je een kaart kreeg, / kocht, / pakte en toevoegde aan je voorraad, dan kon je ook bij elk karakter, elke kaart die je eraan toevoegde, een aparte actie uitvoeren. Dus bijvoorbeeld, als je een 2 kreeg, dan mocht je, deze was heel nasty, mocht je een kaart bij een ander omdraaien. En die werd dan ziek. En als je een 4 kreeg, mocht je een zieke kaart van jezelf beter maken. Eigenlijk is het best leuk. Ja, ik ben onder de indruk van je geheugen, moet ik zeggen. Ja. Want nu je het vertelt, denk ik, oh ja, dat weet ik nog inderdaad. Ja. Je moest meerderheden hebben. Moest je even diep graven, hoor. Ja, en sommige mensen konden ziek worden, dan zorgden ze zelfs voor minpunten. Ja. Je had ook 2 variaties, weet ik nog, was leuk. En je had dan niet meer de meerderheid, want als je dus veel zieke kaarten had, dan kon je niet de meerderheid hebben. Ja, Magic die vond ik erg leuk. Zag er ook mooi uit. Dus ik vind dat echt wel een spel wat misschien wel een heruitgave zou kunnen krijgen. Ja, inderdaad. Want wij zouden het veel aanraden. En ik denk ook door mooi artwork. Ik denk dat veel mensen het leuk zouden kunnen vinden. Ja. We moeten een petitie starten. Hebben mensen dat gespeeld, vraag ik me af. Magic die was dus door 99 Games uitgegeven. Nu helaas niet meer. Op nummer 3. Het vierde spel dat wij gedeeld hebben is... Oh. Ook al zo'n klassieker, dat is Het Dorp. Ja, ik vind het echt jammer dat Het Dorp niet meer gemaakt wordt. Het is was ook van 99 Games, een spel van Inka Max Brandt. Dat is het echtpaar wat je kent van bijvoorbeeld de Exit-serie, van Reis van de Ganges. Maken steengoede spellen. En die hebben dus Het Dorp gemaakt. En Het Dorp is eigenlijk, nou, best wel een beginnend expertspel ergens, waarin je een cyclus doorloopt. Dus je hebt... eigenlijk een dorp op het bord staan en elke locatie had een andere functie. Dus je had dingen waar je graan kon maken, je had de kerk waar je aan het geloof kon werken, je had de begraafplaats waar je poppetjes naartoe gingen. En het is echt de bedoeling dat je die cyclus doorloopt. Dus je moest met je poppetjes zoveel mogelijk acties doen, maar ze moesten ook dood, want ze moesten op die begraafplaats komen, want bij die begraafplaats kreeg je de meeste punten. En zo waren er allerlei dingen. Je kon nog op het water, waar je eigenlijk gewoon, nou, een beetje het dorps leven doorliep. Ik vond het echt leuk. Ja, heel leuk thema. En sommige dingen kosten dan tijd inderdaad. En dat ging dan verder in een soort rondelsysteem op je eigen spelersbordje. Ja. En als je dan voorbij iets kwam, dan moest je inderdaad een personage overlijden. Maar dat wilde je ook, want ze moesten dood. Niet te vroeg, maar ze moesten wel dood. Ja, en je had inderdaad verschillende generaties. Dat zat thematisch supersterk in elkaar. Artwork vond ik ook echt voor die tijd zeker mooi. Gewoon heel klassiek. Heel klassiek inderdaad. Maar Het Dorp is inderdaad wel zo'n spel wat mensen van bijvoorbeeld een wat eenvoudiger spel kunnen brengen naar de wat meer expertspellen. Ja. Dat klopt. Dus ja, ook dit zou echt een spel zijn wat wel een heruitgave zou mogen krijgen. Ik vind het jammer. Misschien dan nog met een paar twists eraan om het een beetje een upgrade te geven. Maar ergens is het jammer dat dit er niet meer uitgegeven wordt. Wat niet te verwarren met Mijn Dorp overigens. Dat was niet zo heel erg lekker uit de verf. Dit is Het Dorp. Ja, dit is veel beter inderdaad. Ja, veel beter. Een spel dat nog wel uitgegeven wordt, ook door 99 Games, is nummer 5. Namelijk 30 Seconds. En ja, daar wie kent dit niet? Hoeven we het niet te lang over te hebben. Maar dat was een spel, ondanks dat het echt verschrikkelijk lelijk is. Ja. Hebben we het toen toch gedeeld. Omdat we toen ook nog niet heel veel andere spellen hadden. Nee, dus daarom, moest iets. 30 Seconds. Ja, maar 30 Seconds is toch gewoon een steengoed partyspel. Wat ik nog steeds... Oh, ik moest zo lachen trouwens. Wij waren laatst, toen was de wereld net weer een beetje open, waren we naar de bioscoop.
Toen gingen we daarna wat drinken. Met best wel een grote groep vrienden. Maar ja, de grootste groep vrienden die we hebben in de zin van de meeste mensen. Die spreken we niet heel vaak. Normaal gesproken in niet-coronajaren zien we ze ongeveer op elke verjaardag. En omdat we met best wel wat mensen zijn, zien we ze nog wel regelmatig. En af en toe gaan we wat leuks doen. En nu gingen we na corona het eerste uitje doen. We gingen naar de bioscoop. Niet iedereen kon mee en daarna wat drinken. En dat drinken, dat kon allemaal net allemaal, want corona, het was allemaal net open. En wij zaten daar, we waren echt klaar met drinken. En ineens, zeg maar, toen wij al naar huis gingen, was een vriendin van ons. En die had een jas met een enorme dikke zak. Dat je echt denkt, nou, wat heeft ze in die zak zitten? Tovert ze gewoon het halve spel 30 seconds uit haar zak. Heeft ze gewoon het hele spel 30 seconds. Alle kaarten, gewoon niet een selectie, nee. Alle kaarten had ze in de zak gepropt. En dat vond ik het mooiste, de zandloper. Dat kun je gewoon op je telefoon doen. Maar nee, ze had ook de zandloper mee. Ja, dat geeft wel aan wat voor spel dit is. Dat dit gewoon op zo'n moment voorbij komt. Ja, het is... Ik vond het super slim, want het was echt een supergoed moment om 30 seconds te spelen. Ja. Maar ik moest zo lachen. Ik denk, ja natuurlijk, het hele spel 30 seconds in je jaszak. Ja, en ik stond ook laatst, dat was dan tijdens de feestdagen, stond ik ook bij een winkel. En toen hoorde ik ook opeens een gesprek van mensen dat het ging over 30 seconds. Ja, dat geeft wel. Dit is gewoon zo'n populair spel. Zo dus, leuk. Nou, ja. We hoeven niet uit te leggen hoe het gaat. Ja. Nummer 6, wat ook aangeeft, nummer 6, dat we toen heel vaak naar de 99 Games Outlet Sale gingen. Want ook hier staat weer een spel dat toen werd uitgegeven door 99 Games. En dat is van Alexander Pfister, Sky. Ja, en ik weet nog heel goed dat moment. Want wij waren daar en wij vroegen daar, volgens mij aan Bert, Bert, wanneer komt de uitbreiding van Sky? En dat was toen allemaal nog vaag of die überhaupt zou komen. Maar ik weet het moment dat wij dat vroegen, dat mensen om ons heen zeiden, ja, de uitbreiding van Sky, wanneer komt dat? En dat was het moment dat ik dacht, oh wat grappig, het leeft echt bij iedereen dit spel. En dat voelde echt een beetje als een connectie, want ik kende die man helemaal niet. Toen dacht ik, oh leuk, hij heeft ook Sky gespeeld en hij heeft ook heel veel zin in de uitbreiding. Nou, dat was een beetje zo'n aanwakkerend vuurtje bij mij, maar dat weet ik nog heel goed. Sky is eigenlijk Carcassonne 2.0. Ja, je gaat inderdaad tegels aanleggen en dat doe je dan op je eigen gebied. Ja. En je probeert daarmee zoveel mogelijk soorten acties eigenlijk te activeren, zodat je daar zoveel mogelijk punten mee kunt scoren. Je hebt telkens ook net wat wisselende doelen, waardoor je op andere manieren punten scoort. En het is helemaal niet moeilijk. Het is wel Carcassonne 2.0, omdat er net wat meer bij komt kijken. Mm-hmm. Maar het is echt geen ingewikkeld spel. En dus je moet bieden. Je moet... En dat is het originele idee. Er zit een beetje de dwerg van Nidavellir in. Je moet namelijk bieden op de tegels van anderen. Ja, klopt inderdaad. Mensen bieden als het ware tegels aan. En daar moet je dan in het geheim een bod op doen. En daarmee kun je dan uiteindelijk tegels verzamelen. En er is een minimale prijs. Dus je kan nooit een supergoeie tegel voor heel weinig geld kopen. Ja, heel erg leuk gedaan. Het zat gewoon sterk in elkaar. Mooi materiaal. Het is helaas ook uit de collectie bij 99 Games. Maar in het Engels nog wel beschikbaar. Dus Isle of Sky heet die dan. Is een aanrader. Ik zou daar zeker eens even naar gaan kijken. Wij hebben hem inderdaad in de shop in het Engels. Isle of Sky. Daar is hij er wel gewoon nog. Maar ik zou daar zeker even naar gaan kijken als je daarvan houdt. Dan op nummer 7, ook al zo'n klassieker, het stenen tijdperk. Wederom 99 Games. Hadden wij alleen maar 99 Games in de kast staan? Ja, we hadden zeker aan het begin van onze collectie alleen maar 99 Games. Door die outlet sale. Dus dat hebben ze slim gedaan. En het stenen tijdperk is een worker placement 1.0 of 0.1. Ja, een hele simpele. Gewoon, zeg maar, als je begint met bordspellen, dan is het stenen tijdperk daar voor jou. Ja, het is gewoon, je gaat op een locatie staan, daar krijg je grondstoffen. Je gaat op een andere locatie staan, daar krijg je andere grondstoffen. Je kunt een extra werkertje krijgen. Je kunt uiteindelijk doelen halen die voor punten zorgen. Ja, als je, zeg maar, veel spellen speelt en je ziet dit spel nu, dan weet je voor 90% al hoe het moet. Ja, dat is leuk, hè? Dat is leuk. Dat is echt grappig. Maar het is leuk, toch? Het is een leuk spel, Het is simpel, maar het is goed. Ik ga er geen kwaad woorden over zeggen. Zeker er zijn niet. Altijd vraagtekens over de uitbreiding. Maar ik vind hem best wel aardig. Dan op nummer 8, wederom Inca Marcus Brand, namelijk met Rajas van de Ganges. Ja, en ook die was toen van 99 Games. Ja, die inmiddels is, niet meer. Nee, is uit de collectie gegaan en die komt over een paar maanden bij Hotsport, komt hij wederom terug. Terecht, want het is een heel sterk spel. En het unieke element hierin zit in het scoringsmechanisme, wat je nu ook kunt kennen uit Ark Nova. Je hebt namelijk 2 overwinningspunten sporen en je gaat op beide sporen ga je punten scoren. En je moet er eigenlijk voor zorgen dat ze overlappen. Dus je begint met de ene aan de ene kant van het bord, met de andere begin je aan de andere kant van het bord. En als ze overlappen is het spel afgelopen en wint de speler met de grootste overlap. Ja, dat is bijvoorbeeld heel origineel. Integreert. Dan ik win dit wel meestal. Ja.
En daarom vind ik het ook leuk. Oh ja. Ja. Ja, het is echt leuk. En je gaat wederom tegels leggen aan je eigen tableautje. Wat ga je nog meer doen? Het is een dice placement game. Dus je moet dobbelstenen kopen en dobbelstenen inzetten. En dan kan je weer ruilen van kleur of ruilen van getal. Er is nog een grote rivier waar je op vooruit kan. En ik wil nog even speciale aandacht voor Raya's of the Ganges. Is volgens mij de Engelse titel, terwijl het wel Nederlands is. That's het correct. Dobbelspel. Ja, het dobbelspel. Die dus gek genoeg Raya's of the Ganges, de dice game heet, maar wel Nederlands is. Ja, nou, onder andere Nederlands zit er heel veel talen in, dus vandaar de titel. Yeah. Maar het geeft je het gevoel van het bordspel in dus inderdaad een dobbelspel, waar ook nog verschillende variaties in zitten. Ja, het is ook nog een van mijn favoriete dobbelspellen. Was het een dobbelspel of een kaartspel? Dat ben ik even kwijt. Oh, toch een dobbelspel. Ja. Dus een dikke aanrader, dat het is dobbelspel echt van heel van uitgebreid en gids, heel erg voor ik ook. Maar jij was helemaal fan van het dobbelspel. Dus als je denkt een kleinere versie en die wil ik nu al, ga daar eens even naar kijken. Of je denkt ik ken het maaspel, vind ik leuk en ik wil iets voor mee op vakantie. Op nummer 9, ook zo'n klassieker, Splendor. En Splendor heeft echt, ondanks dat ik het letterlijk nooit win, een goed plekje in mijn hart. Ja, en dat komt omdat het een van de eerste spellen is die we gespeeld hebben toen we begonnen met de spelletjesvrienden. En ik zeg toen we begonnen, eigenlijk waren we toen nog niet eens begonnen. Nee, nou, toen hadden we wel al het idee. Want mensen kennen dit verhaal wel. Op onze honeymoon, we regenden het de hele tijd. Gingen we naar een spelletjescafé, speelden we daar volgens mij als eerste Splendor. En dachten we, wat is het hier gezellig. Dit willen wij ook. Alleen, we hebben niks met horeca. Dus we begonnen een webshop, want we hadden al webshops. Ja, klopt. En Splendor. Zo klinkt het niet romantisch, hè? Nee, gewoon de korte versie inderdaad. Het was leuk, punt. Ja, het was echt leuk. En Splendor heeft er dus voor gezorgd, inderdaad, mede voor gezorgd dat wij hier nu zitten. En Splendor is gewoon een hele makkelijke toch engine builder. Oftewel, je gaat kaarten verzamelen en als je ze afrondt, zorgen die kaarten voor een voordeel waarmee je sterkere kaarten kunt gaan halen. En je moet fiches zien te verzamelen, want op fiches staan allemaal verschillende kleuren. En als je de juiste kleurencombinatie voor je hebt liggen, kun je dus kaarten halen die ook weer overwinningspunten waard zijn. Super simpel, blijft erg overeind, vind ik. Dus Splendor is nog een spel wat nog steeds wel eens gespeeld wordt. Op nummer 10 staat een spel dat nooit meer gespeeld wordt. Nee, en we gaan echt mensen beledigen nu. Maar op nummer 10 staat Puerto Rico. En Puerto Rico, dat is echt een oud spel. Ik zou niet eens weten wanneer het voor het eerst is uitgekomen. En zo ziet het er ook uit. En elke keer als ik die super dunne kartonnen paarse lila fiches zie, dan denk ik, nee, ga ik niet doen. Als ik ook het artwork zie, denk ik, dubbel nee. Het is en dan echt hebben ze verschrikkelijk. Ook nog een nieuwe versie uitgebracht die ik niet per se veel mooier vind. Nee, hoe krijg je het voor elkaar? Ja, ik vind het super lelijk artwork. Het spel zelf zit slim in elkaar. Maar het probleem is dat we het te laat gespeeld hebben. We hadden al heel veel spellen gespeeld. Ik denk dat het toen heel tof was. Ja. Maar nu is het nee, het blijft echt niet overeind. Ja. En sorry mensen die fans zijn van Puerto Rico, want daar zijn er heel veel van. Sorry, maar ik vind het gewoon echt helemaal niks. Kijk, ik denk als je daar een upgrade van gaat maken, zoals je nu bij La Granja bijvoorbeeld, je maakt het prachtig. Je voegt net wat nieuwe dingen toe, bijvoorbeeld wat nieuwe modules. Dan zou ik het met liefde nog een keer proberen. Ja, maar La Granja hebben wij al veel vaker gespeeld in zijn oude versie dan dat we Puerto Rico ooit gedaan hebben. Dat is waar. Het is best leuk. Punt. Ja, helemaal mee eens. Dus Puerto Rico blijft zeker niet overeind. Nee, het is echt verschrikkelijk. Dit waren de eerste 10 spellen die wij op social media gespeeld hebben. Wat vind je ervan? Ik ben tevreden. Ik vind bijvoorbeeld, er zitten nog steeds toppers bij. Terra Mystica, Het Dorp, Reis van de Gangers. Dat zijn gewoon spellen die goed overeind blijven. Een paar spellen die misschien wat minder overeind blijven. Sowieso Puerto Rico en Mysterium spelen wij nu zelf wat minder. Maar is nog steeds een goed spel. Dus ik ben best tevreden. Ja, ik denk dat we, maar goed, zo heel lang zijn we natuurlijk ook nog lang niet bezig. Nee, daarom. Maar we zijn geen Tom Vessels die zijn eerste spellen zou delen. Zou je echt schrikken, denk ik. Lijkt me best leuk trouwens. Maar ik ben tevreden. Ik ben benieuwd hoe deze over een paar jaar weer overeind blijven. Ik ben het helemaal met je eens. Dan is het nu misschien tijd voor een bericht van onze sponsors. Ben jij een echte spelletjesgek en heb je zin in nog meer korting en andere voordelen? Word lid van de DSV Club. Dan zijn je spaarpunten veel meer waard. Je krijgt 2 extra video's per maand. Je hebt toegang tot onze Telegram groep, extra aanbiedingen, winacties, de DSV Clubdag en nog veel meer. Ga naar spelletjesvrienden.nl en kijk onder community voor alle informatie.
Wat vriendelijk van die sponsors. Ja, het zijn hele goede sponsors. Leuke mensen ook. Ja, ze nemen ons ook zeg maar persoonlijk een beetje bij de hand. Het is zeg maar groei voor het bedrijf, maar ook persoonlijk voel ik me verbonden bij deze sponsoren. Ja, ik ook. Goed, tot zover. We gaan naar de luisteraarsvraag en die komt deze week van Irene. Zij stuurde: hoi Geert en Marieke, jullie podcast is echt ontzettend leuk om naar te luisteren. Hierbij een luisteraarsvraag. Als je een spel hebt dat je hebt uitgespeeld... Nee, dit is niet goed geformuleerd. Ik doe het even opnieuw. Want gewoon anders, opnieuw. Anders breng ik geen... Begin anders even bij jullie podcast. Is echt ontzettend leuk. Oh ja. Ja. Oh, jullie podcast is echt ontzettend leuk om naar te luisteren. Dank je wel, en jullie zijn ook heel knap en lief. En al die tips die jullie elke keer... Nee, grap. De luisteraarsvraag. Ja, je humor die stijgt door corona. Hè. Je hebt echt... iedereen dat niveau. Zit nu te gieren van het lachen en denkt... jongens, alsof ik naar een clownsvoorstelling ga. Dat niveau ongeveer. Ik zit ook te denken aan stand-up. Corona stand-up. Ja, dat is echt... Dat moet een ding zijn. Ja, perfect. Nou. Als je een spel hebt dat je hebt uitgespeeld... opnieuw zou kunnen spelen... alsof je het nog nooit gespeeld had. Ja. Welk spel zou je dan spelen? Lief groetjes, Irene. Dit vind ik echt een leuke vraag. Ja. En dit is een moeilijk antwoord. Is een moeilijk antwoord op te gaan... er gaan allemaal dingen door mijn hoofd. Ja. Ik heb allemaal bordspelherinneringen van ik denk van... Och, als ik dat nog een keer zou kunnen beleven. Ja. Hoe fantastisch ik zou dat zijn? Ik denk toch, je moet met één spel komen. Ja, jij komt sowieso met Time Stories, het eerste scenario. Dat is niet leuk, ja! Ja, ja nou, vertel maar, waarom die? Oh, ja. Nou, kijk, natuurlijk, het is niet ons nummer één spel. Het is ook geen Gloomhaven, het is geen Descent, maar het is... Echt een van mijn favoriete herinneringen des levens. Namelijk, Time Stories is ons eerste coöperatieve verhalende spel... dat ons meenam in hoe het ook kan. Ja. En, want nu doe ik eigenlijk geen justice aan het spel... het is ook fantastisch. Het is echt fantastisch. En zeker, en dat hielp ook, dat eerste scenario speelt zich af in de jaren 20... Ja. In een gekkenhuis, waar ik zo gek op ben. Ja. Dus daarom is alle facetten kwamen samen. Geert had de jaren 20 had een eeslum. Nou, wat moet ze nog meer bij? Nou, dat hielp. We hebben dit vaak genoemd. Dus sorry mensen, we klinken nu echt als een opa en oma... die geen spellen meer spelen en alleen nog maar praten over het verleden. Maar met de muziek op, het verhaal wat tof was... Ja. De puzzels die niet te moeilijk waren, maar wel perfect qua moeilijkheid... Ja, het was fantastisch. Ja, we waren echt mind blown. Ja. Echt mind blown. Ja. En dan het tweede scenario, de Marcy case... daar waren we een klein beetje gefrustreerd... want we hadden iets niet helemaal goed begrepen... dus we brachten het einde niet tot een einde. Maar toch gingen we door. En er zijn 8 delen? Ja. 9 delen? 8 delen. En de een is beter dan de ander... maar overal, het is gewoon... zo'n meeslepend verhaal. Het is zo leuk. Je hebt dus je bent eigenlijk een agent in de... ja, weet ik welke tijd, ergens in de toekomst. En je moet elke keer moet je in een pad... en dan word je gestuurd naar een tijd op de wereld. Dus elke keer is het ook compleet anders. Je bent een keer op Antarctica... Je bent een keer in de Roaring Twenties. Je bent een keer in de jaren 80 in Egypte. 80, ja. En dan helemaal in die feeling. En dan zet je die muziek op. En je hebt dus een tableau. Je hebt allerlei kaarten. En die vormen aan de achterkant vormen ze een panorama. En dan moet je erop gaan staan. En dan draai je die kaarten om. En dan komt er weer een stukje verhaal. En een stukje puzzel. En dan moet je weer bedenken waar je heen gaat. Maar soms sta je op een kaart. En dan kom je ineens een bad guy tegen. En dan moet je die bevechten. Want je bent ook je eigen karakter. En het doel is dus... je hem steeds opnieuw speelt. Want je hebt dus een bepaald aantal tijd en dan haal je hem niet en dan in het verhaal ga je zeg maar, nou heb je de missie niet gehaald, ga je weer terug, probeer je het de volgende keer nog een keer, ga je weer in je pot, word je weer teruggestuurd. En dan weet je dus al een deel. Dus dan weet je al, ja, op die kaart ligt dat. Maar onder die kaart ligt de sleutel, dus daar moet ik even heen, dan moet ik even die sleutel mee pakken en dan gaan we naar het volgende. En zo kom je steeds verder, totdat je uiteindelijk het level, of eigenlijk het verhaal gehaald hebt. Ik vind het zo leuk. Ik weet... Tom Vessel, die wordt nu helemaal gefrustreerd... want die heeft echt een beetje een hekel aan Time Stories. Vooral, hij vond het begin steengoed... maar hij vond het einde verschrikkelijk. Ja, en daar zullen we niet te veel over kletsen. Nee. Maar ik snap ergens de sentimenten die er spelen. Dat zou ik dus inderdaad heel graag opnieuw willen doen. Maar ook gewoon met ook hetzelfde gevoel. Ja, en wat er nog meer voorbij komt aan spellen die ik graag opnieuw zou willen doen. Ik ga er een paar even kort noemen. Bijvoorbeeld Descent, Legends of the Dark. Dat we die gespeeld hebben in Bulgarije, bij het haardvuur. Ja, dat was een ervaring waarvan ik denk dat zou ik graag opnieuw willen hebben. Arkham Horror staat er ook nog eentje heel erg hoog. Namelijk, even
kijken, de Dream Eaters campagne. Op een gegeven moment zit je dan in een soort fantasywereld, een soort droomwereld, waarbij je in een bos verdwaald bent en allemaal gekke wezens tegenkomt. Ik weet dat ook nog, dat moment dat ik dacht, ja... Echt supergezellig hier. Dit vind ik fantastisch, dat zou ik ook graag nog een keer hebben. En het kan niet anders, de eerste campagne van Sleeping Gods, dat we echt dachten, ach, dit is ook weer next level. Dat zijn dingen die ik ook graag nog een keer zou willen doen. Zit de stuiter op je stoel van enthousiasme. Ja. En Gloom even, want die moeten we dan toch ook nog even noemen. Ja, die moeten we noemen, maar ik heb geen moment in mijn hoofd. Ik heb niet dat ik denk bij Gloom even. Ja, dat is wel waar. Er was één moment, dat was fantastisch, de hele tijd. Maar als in het verhaal was net... Ja, toen je de doos openmaakte, dat je dacht, zo ziet 10 kilo aan speelmateriaal eruit. Wow. Dat is heel erg cool inderdaad. Maar toch, die momenten die ik bij die andere spellen wel heb gehad, zo legendarisch was het. Het was episch. Maar toch minder dan die andere op de een of andere manier. En ik merk ook dat wij de setting moeten zetten. Met de muziek en de... Ja. Nou, liefst dan een haardvuurtje die dan geen milieu belast in Bulgarije. En dat soort dingen. Maar die set is ook gewoon fantastisch zonder een haardvuurtje in Bulgarije. Zeker, ja. Is ook echt een dikke aanrader. Maar die setting hielp wel. Ja. Dus als ik die dingen nogmaals zou kunnen beleven... En als alles in de jaren 20 zou af kunnen spelen, bij voorkeur met een Aeslum, dan zijn we blij. Nou, hopelijk, Irene, ben je een beetje tevreden met dit antwoord op jouw vraag. Mocht je nog vragen hebben voor de podcast, laat het vooral even weten. We hebben nogal wat staan, maar ook weer niet zoveel. Nee, dus stuur ze even in. Even weten. Stuur een mailtje of een appje of een berichtje op de spelletjevrienden/luisteraarsvraag. Kun je hem op het forum achterlaten. Heel graag. Ja, en dan zijn wij over 2 weken, tenminste als alles dit keer wel meewerkt, zijn we dit keer over 2 weken weer terug met een nieuwe kakelverse aflevering. Een kakelverse aflevering. En dan gaan we eigenlijk langzaam door, dat duurt nog 10 weken, naar onze 50ste aflevering. Oeh, dat is wel een momentje. Is een momentje. Nou, maar goed, jongens, is we zien jullie over 2 weken. Ja, tot lieve over 2 weken. Ciao, ciao. Jij wil het nog ergens over hebben, nietwaar? We moeten het nog ergens over hebben. En mochten mensen denken, dat denkt niemand behalve ik, daar komt dat verhaal weer. Waarom is dat? Vorige week tijdens het opnemen van de podcast, toen hebben we 1 ding wel opgenomen. Dat was namelijk dit prachtige verhaal wat volgt. En daarna zijn we gestopt. Dus hier komt-ie. En als het een beetje geforceerd voelt, is het omdat we hem al een keer verteld hebben. Het verhaal over de inbreker. Marieke. Geert, dit is een supergoed verhaal. Je doet maar even enthousiast mee. Ik doe mee, ja. Ja, oh, vertel me alles. Oké, nou, het ging zo. Een paar weken terug lagen wij in ons bedje te maffen. Ja. En ik had natuurlijk mijn hoorapparaat niet in. Dat schetst even de setting van hoe hard dit was. Mm-hmm. Want ik hoorde het ook. En we hoorden, en dat was onmiskenbaar dat geluid. We wisten meteen, dit is het geluid wat we hoorden. We hoorden iemand keihard aan de deur rammelen. Maar echt keihard. En we schrokken ons natuurlijk een ongelukje. Het was 5:00 a.m. Dat wist ik, want ik had mijn smartwatch om. Dus ik kon zelfs zonder mijn lens in gewoon op mijn telefoon zien, of op mijn arm zien hoe laat het was. Ik schrok me het Lazarus. En het enge was, het was dus niet de voordeur, maar het was de slaapkamerdeur. Ja, dat had ik niet per se door, hoor. Ik wel. Ja, ik hoorde... Dit is heel dichtbij. Ja, precies. Maar echt... En zeg maar echt alsof iemand de deur klikt en dan echt zo ding-ding-ding had. Maar echt... Oh. Nou, en Geert heeft een soort eigenschap waarbij hij, als hij 's nachts wakker wordt, in een soort passief-agressieve houding schiet en meteen begint te vragen. Maar heel boos. Yep. Altijd als hij 's nachts wakker wordt. En Geert die deed dus dit. Huh? Wat? Echt keihard. Ja, maar ik begin direct met een onderhandeling. Ik denk, oké, deze persoon heeft een machtspositie over ons. Hij heeft namelijk de slaapkamerdeur vast. Ja, maar ik wil ook laten weten dat ik er niet per se blij mee ben. Nee. Dus ik zet mijn boze stem op, boze Geertstem, en gelijk het gesprek aangaan. Ja, en ik lag stijf in mijn bed en ik dacht, Geert, hou je bek dicht. Maar goed, ik lag dus stijf in bed. Dan lig je daar 3 seconden helemaal zo van, oh shit, 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 wat gaan we nu doen? Nou, dan begint de volgende stap. En we fluisteren tegen elkaar, huh? Maar ja, goed, we hoefden niet te zeggen wat was dat, want we hadden allebei meteen door wat het was. Maar de ellende was, wij waren de nacht ervoor een weekend weg geweest en mijn bril lag niet op mijn nachtkastje. Dus en ik hoorde niks en ik zag niks. Maar toen begon ons masterplan. Als eerste zei Geert, doe het raam open. Nou, ik een gordijn omhoog, raam wijd open gedaan. Want het had 2 voordelen. Ten eerste kon ik dan zien of de voordeur ingetrapt was of open was. Was niet zo. Maar ja, goed, er zijn 100 andere momenten om binnen te komen. Moeten jullie nu niet gaan doen. Maar ja, je kan natuurlijk overal naar binnen in een huis.
En ik dacht, als ik iemand zie of hoor, dan blaar ik de hele buurt bij elkaar. Want ik heb een hele harde stem. Geloof mij, als ik even flink mijn best doe, dan is de hele straat wakker. Het is goed dat je dat niet gedaan hebt. Klein spoiler. Goed dat ik dat vooraf niet gedaan had. Ja. Maar dat ik ervoor koos om dat achteraf te doen. Zeker. Oké, nou, dat was. Toen dachten we, oké, telefoon. Mijn telefoon lag op de slaapkamer, dus die pakte ik erbij. En ik had 112 al ingetoetst. Zo. Ja, helder, ik dacht, ik geest. Hoef alleen op bellen te klikken. Als ik iemand zie, dan hang ik aan de telefoon. Fantastico. Ja, maar toen dachten we, ja, we moeten een wapen. Geertje stond in zijn Adamskostuum achter de deur. We hebben ook al... Nee, goed, ik zeg niks. Ga vooral verder. Ik was al bewapend. Nee, ga verder. Ja. Ik gaf Geert het eerste de beste harde wat ik tegenkwam. En dat was een Arabisch koffiezetapparaat ding. We hebben in Marokko een keer een palletje met een hele lange steel gekocht. En daar kon je koffie mee zetten. Ik gaf jou, dat hing zo vast, dan had jij altijd Arabische koffiezetapparaat. Ik heb de plant uit de pot gezet, ik had de bloempot. Dus stel je even dit voor. Naast de deur stond Geert met een Arabische koffiezetapparaat en één hand vrij om de deur open te doen. En ik stond daar met mijn telefoon met 112 en een bloempot. Ja, ik wil even deze setting nog heel even allebei terugpakken. Naakt. Ja, allebei toch naakt. Toch even inderdaad. Nog even als detail. Ik vind over 500 jaar moet er in een willekeurig historisch museum staan de David. Daarnaast de Geert in dit kostuum met het koffiezetapparaat. En jij mag ook daarnaast natuurlijk staan in je eigen indrukwekkende kostuum. Ja, precies. Nou, dit moet een indrukwekkend beeld geweest zijn. Nou, Geert heel voorzichtig de deur. Dus die pakte de deur, die gooit de deur open. En wat zien wij daar? De wasmand. Ja, het was namelijk als volgt. Anticlimax van heb ik jou daar. Ja. De wasmand stond op de trap. Dat was tegenover onze slaapkamerdeur. Die was naar beneden gevallen. Dat maakte een doenkedoenkedoenkedoen geluid. En kwam vervolgens tegen onze slaapkamerdeur aan. Waardoor het leek alsof iemand de deur probeerde open te maken. Nou, de wasmand is gearresteerd. Ja. Is op borgtocht weer vrijgekomen. Ja, mag nooit meer op de trap. Daar heeft hij contactverbod. Ja, maar het was wel een ervaring. Nou, echt, ik lag te shaken in mijn bed. Geert, die zei ook echt zo, het was de wasmand. Nou, echt in het plafond. Maar ik dacht wel, props voor ons. We gingen de strijd aan. Zeker, ja. Ik bedoel, we hadden ook onder het bed kunnen gaan liggen. Dat had zeker ook gekund. Dat was er waarschijnlijk al te laat. Ja, maar... nou, ik denk ook dat dit hele proces te lang heeft geduurd. Want het opstaan, bed, raam open, wapens pakken, klaar gaan staan, heeft toch zeker een minuut geduurd. Ja, het was dus ik denk dat als er een inbreker was, dan was hij of al weg. Of hij had de deur open gedaan. Sowieso, waarom schud je aan de deur? Waarom heeft hij de deur niet open gedaan? Het verhaal had gaten. Het verhaal had gaten, inderdaad. Maar goed, het was ook 5:00 AM. Het was 5:00 AM, inderdaad. Dus dat was een op zijn minst bijzondere ervaring. Ja, maar ik dacht toch, nou, als je dan denkt aan strijdkrachtige bordspelspelers die daar zo achter die deur... Nou, dat is dan het beeld wat wij dan... Ja, het is wel een dungeon crawler beeld, inderdaad. Dat je klaar gaat staan voordat je de deur opengooit om naar binnen te gaan. Precies. Maar dan dus met een bloempot en een Arabisch koffiezetapparaat. Prachtig beeld. Ja.